Afgelopen maandag is Lux begonnen met de uitbreiding van het kassengebouw tot educatiecentrum. Er worden 3 ruimtes ontwikkeld met als doel om filmeducatie en programma's voor talentontwikkeling, cursussen, lezingen en debatten te realiseren. Na de zomer wordt het gebouw officieel geopend. Voorheen zat hier Boekhandel Roelands. Wij gaan daar nu een flinke verbouwing laten plaatsvinden, waarmee we een educatiecentrum gaan creëren. Er komen 2 echte educatiezaaltjes en een filmeducatiezaal waar dus ook een filmscherm hangt. Er is zeker vraag naar filmeducatie vanuit scholen, maar ook vanuit volwassenen. We geven regelmatig filmcursussen waarbij we de verdieping zoeken. Dus bijvoorbeeld een boekverfilming. Nou, wat is het verschil tussen het boek en de film? Waarom zijn er keuzes gemaakt? Maar ook inderdaad voor kinderen, voor zowel basisschoolscholieren als middelbare schoolscholieren als mbo-studenten. Door deze verbouwing kunnen we onze educatie gerichter inzetten. De zalen worden meer geschikt gemaakt. Normaal gesproken zaten we bijvoorbeeld in de filmzaal, die vaak of net tot aan de grote kant zijn, of mensen kunnen niet goed met elkaar in gesprek gaan. Dat kan bij deze zalen straks wel. We hebben echt gesprekszalen en de filmzaal zelf wordt iets anders ingericht, waardoor we daar echt goed de verdieping en het gesprek kunnen opzoeken met de mensen die voor de educatie komen, dus ofwel scholieren ofwel volwassenen. De zaaltjes kunnen altijd verhuurd worden, al zal de educatie altijd voorrang krijgen. De verbouwing gaat zo'n 6 weken duren, echt met slopen en bouwen. Daarna gaan we nog even een paar weken, moet er uiteraard nog geschilderd worden en de finishing touches. Het doel is om op 1 september echt open te gaan en daarvoor natuurlijk wat proef te draaien.